Dat is waar. Dan weer wat? Waar gaat het eigenlijk over? Gaat het eigenlijk over, Taar? Altijd met hadden, dan gaan ze kijken af! En om jullie wat gewakkelijk te maken, gaat Taar alvast het aanwijzen. Toch wat, Taar? Als onderwerp heeft te maken met Bepse en met Bepse afvragen. Ja, of dat je je handen goed was, voordat je in je neus spuitte om snot op te aten. Of het heeft te maken met Taora boterfrit. Ja, of met zure sokken. Of met dingen die tussen je tijnen zitten. Ja, tijnenkaas. We gaan nu beginnen. Let goed op. Oh. Oh, bonjour, 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 mes amis. Ik ben baron van Urinoir tot gevulde broekhoest. En ik zit met een très grand probleem. Maar gelukkig heb ik boven mij een buurvrouwtje wonen die mij waarschijnlijk wel kan helpen. Zou je het hebben? De La Closette, maar noemt u mij gewoon maar bij mijn voornaam Bidatte. Bidatte? Ja, Bidatte. Ach nou, ik ben baron Wilhelmus Cornelis van Urinoir tot gevulde broekhorst. U mag mij ook gewoon toetwaaier. Het is wel een hele mond vol. Laat ik Wilhelmus Cornelis dan maar afkorten, dan noem ik u gewoon WC. Goed idee. Loopt u even mee? Daarop zeg ik geen nee. Tom, 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 tom. Ik zou zeggen, als u even aankrijgt, gaat u naar binnen. Oep. Dat heb ik nou altijd. Oeh. Ah, ah. Wat heb je prachtige geldende banden. Zijn dat mondschilderingen? Nee hoor, dit is door een kontschilder geschilderd. Door een kontschilder. Ja. Een kontschilder? Ja. Oh ja, nou ja, ik zeg dat maar zo, als er maar wat op de muur zit. Ja, ja, ja. Zeg, heeft u geen meubilair? Ik heb mijn meubilair even aan de kant geschoven, vanwege uw brede heupen. Oh ja, ik neem af en toe wel eens een sofa mee en dat soort dingen. Ja, ja, daarom. Zeg, ik was hier uitgenodigd omdat u met een probleem zat. Ja, maar ik wil eerst een trappetie dansen met u doen. Oh, dat lijkt me heel leuk, meneer Visbak tot schuimbekken, dat lijkt me heel leuk. Ik heb erg leuke muziek, zullen we? Ja hoor. Kunnen we elkaar gelijk even besnuffelen? Oh, mama hoor. Werkt het orkest niet, meneer? Nee, soms wil ik niet meezetten. Ah. Swingend niet? Nou, swingt helemaal de pan uit. Oeh! 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 En? Dat is een soort, ja, wat is het? Uienparfumachtig iets? Nee hoor, het is gewoon hutspot van gisteren. Oh. Barones Directoire tot Okselhaar is namelijk expert in geur. Zij is geurologe. Zij kan zelfs duivenpoep en meeuwenpoep onderscheiden. Entrassant, niet? Ja. Wat ruik ik nou aan uw lichaam? Het lijkt toch al alsof er een wind tussen uw hemd is blijven hangen. Heel goed geraden, barones. Ach, zou ik misschien even tussen uw bonbonella's mogen ruiken? Maar natuurlijk, wordt veel gevraagd. Oef! Oh, het is werkelijk alsof ik een klap in mijn gezicht krijg, zo sterk is dat deur. Ja, dat zeggen ze wel vaker. Wilt u misschien even aan mijn derrière ruiken? Oeh, dat lijkt me echt een delicatesse. Wat raakt u? Oh, ja, het doet me denken aan de boerderij van mijn oom. Die hadden zo'n put, zo'n stroomput. En ruikt het daar? Mag ik misschien bij u? Oh, wilt u? Wilt u? Durft u? Ah, ik durf het aan. Gaat dat?
Ik blijf er bijna in. Het is zo'n speciale geur. Ja, alsof er een grote zak met olifantenstront ergens een week in een hoek heeft liggen. Maar... Ja. Zeg! Oh, ik voel het ineens opkomen. Ik moet ontzettend nodig iets laten vallen. Oh! Zou ik misschien eventjes voor de schaal moeten? Ik moet thuis ook altijd voor de schaal. Oh, maar als je je voelt, gaat u gaan. Ja! Wel even een zilveren bordje onderleggen, je weet maar nooit. Mama, ik pak er even een bordje bij. Of is die er al uit? Ja! Oh, fit. Tessa, prachtig. Dat had ik niet verwacht. Zo groot. Weet je wat ik nou altijd doe? Hè? Dat is een beetje odeur, hè? Dat is heerlijk. Dat loopt je zo achter mijn oren. Oh ja. Wilt u ook? Dat is genoeg voor ons allebei, hoor. Oh, ja, waarom niet? Oh, neemt u maar royaal? Ima, deze geur komt mij bekend voor. Dit is dezelfde geur waarvoor ik u had uitgenodigd. Oh, ja? Ik heb namelijk een vreemde, mysterieuze, haast onzichtbare kast. Waar dezelfde geur uitkomt. Oh, echt merk. Wil je het zien? Nou, ik ben er heel nieuwsgierig naar. Laten we er dan als de wisseling weer gaan naartoe gaan. Loop er een stiekem idee. Hallo. Kijk, hier is die mysterieuze kast waar ik het over had. Oh ja, het is heel mooie kast. Raakt u al iets? Ja, dank u wel. Nou, dank u wel. Ik zal het kast even openmaken. Oh, dat is goed weggewerkt. Wat dan? Kijk. Oh, nou, wat is dat? Ik heb het nooit gezien. Wat is het? Het is van porselein. Maar het is geen deken. Daar is hij te groot voor. En hij zit vast. Er zit een dekseltje op dat op en neer kan. En terug. Moet u eens ruiken, dat is odeur. Odeur zit erin. Het is al de toilet. Ja, precies. Dan moeten we geld uit gaan slaan, zeg. Die flesjes. Brenkelt u maar veel op u, hoor, barones. Gaat u maar lekker diep met uw hoofd erin. Oh ja, zo wel. Uitgebeld hebben, duizend lang. Hadden ze en de 17e eilhelmen nog geen wc. Ga nou door, Thij. En wat ze klagen. Thij, als smet aan de kamer af, ik ben het niet. Het ging over hygiëne. Hygiëne. Ja, Anna, iedereen die heeft hygiëne als iedereen zich wast. Ja, want anders krijg je last van bakcellen. Wat zijn bakcellen? Dat zijn miniatuurbeestjes die je met het blote oog niet kan zien, maar je kan ze wel horen. Oh ja, daar kan je ze wel horen. Wil je ze horen? Hier, achter. Moet je horen. Hier, luister maar.